Zo'n 60% van de Nederlanders ervaart een kloof tussen stad en platteland. Blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad en Agrarisch Weekblad Nieuwe Oogst. Nou ja, die kloof die is er inderdaad wel echt aanwezig. Gewoon dat het thuis met klompen wordt gelopen en tractoren en zo. Het is vaak wel zo van dat gutte plakken en gutte steen, dat die vaak voorrang kregen boven de Lietse kernen en zo. Nou ja, ik heb niet echt vooroordelen over het stadsleven, maar het is gewoon, iedereen praat heel bekakt. Wat merkt u van de kloof tussen de Randstad en de provincie? Helemaal niks. Het is hier waardeloos. Ja. Maar bestaat die kloof nou echt? Of hebben we hem zelf gecreëerd door het er steeds over te hebben? Ik ga erover praten met Esther de Snow. Zij is hoofdredacteur van Nieuwe Oogst. Goedenavond, hartelijk welkom. En met Jan-Willem Duivendak. Hij is hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. U ook hartelijk welkom, meneer Duivendak. We zijn ook benieuwd wat u thuis vindt van dit onderwerp. Ziet u een kloof of juist niet? Stuur ons dan een bericht via de Radio 1-app als u wil. Mevrouw de Snow, samen met het Algemeen Dagblad heeft u de kloof tussen stad, platteland en politiek onderzocht. Waarom wilde u daar meer over weten? Nou, we hebben dit gedaan in het licht van de Provinciale Statenverkiezingen. 15 maart, 15 maart zijn ja. die. En we hebben dit ook gedaan omdat Remkes in oktober, toen hij zijn rapport Wat kan wel presenteerde, hier dit heel duidelijk aangaf. Bij de presentatie, hè? Precies, dat er een groeiende kloof is. Het staat ook in zijn rapport, heeft hij dat ook opgenomen. Dat er inderdaad een groeiende kloof is tussen stad en platteland en randstad inderdaad en buitengebied. En dat wilden we onderzoeken. Of dat inderdaad ook echt zo is. Dat klopte. En uw conclusie is dat het klopt. Ja, klopt. Ja. Want wat heeft u ontdekt? Nou, dat er inderdaad afstand is dus tussen zowel boer en burger. Dus de stad en platteland. Ja. Maar vooral ook inderdaad tussen de burger en de boeren en de politiek. En dan met name de landelijke politiek. Ja, want zo'n 60% van de respondenten zegt dus dat ze die kloof ervaart. Ja. En meer dan 85% van de boeren zegt die kloof te ervaren. Waarin ervaren ze de kloof? Hebben ze u dat ook verteld? Ja, je ziet inderdaad dat zowel beide, burgers als boeren, ervaren inderdaad die afstand. Maar hij wordt veel dieper gevoeld bij de boeren. En dan zit het met name op thema's als natuurlijk natuurontwikkeling, stikstof, klimaat, maar ook de wolf, vlees eten. We zien bij de burger, die slaan meer aan op onderwerpen als energie en immigratie. En daarop inderdaad, op die thema's staan met name, wordt inderdaad de kloof ervaren. En waardoor wordt die veroorzaakt, de kloof? Is dat ook duidelijk geworden? Ja, dat is toch wel eigenlijk, als ik kijk vooral bij de boeren, hè, want die voelen hem toch echt wel het stevigst, dan is dat inderdaad wel een algemeen gevoel van niet gehoord worden, niet gezien worden. Dat de politiek met name ook vooral bezig is, en dat geven trouwens burgers ook aan, met zichzelf. Vooral het politieke klimaat in de Tweede Kamer wordt heel vaak genoemd. De verharding daarvan. Ja. Ook het geruzie op social media, dat wordt ook genoemd als een belangrijke aanjager van die afstand, zeg die maar, van die kloof. Ja. Ja, precies. Meneer Duivendak, wat dacht u toen u het onderzoek las? Ik vind het eigenlijk een beetje een raar onderzoek, als ik eerlijk ben. Als je de vragen leest, dan gaat het allemaal over de toon, over emoties, over vertrouwen. Zoals mevrouw de Snow net al zei, daar komt dus uit dat met name de boeren zich niet gehoord voelen, zich niet fijn voelen, niet gezien worden. Mm. Terwijl, weet je, het lijkt bijna alsof er een soort communicatieprobleem is tussen de politiek aan de ene kant en boeren aan de andere kant. Terwijl het lijkt mij eigenlijk, als je kijkt naar hoe de boeren in de media aanwezig zijn, dat boeren enorm gehoord worden. Dat ze alle kansen krijgen om te protesteren en bijvoorbeeld nauwelijks gearresteerd worden daarvoor. Dat ze bij alle talkshows kunnen aanschuiven en dat ze enorm goed politiek vertegenwoordigd worden. Dus het gekke en van toch die vraag, 85% ervaart die kloof. Ja, maar welke kloof is dat dan? Dat is dus, lijkt mij eigenlijk helemaal niet de kloof dat ze niet zichtbaar zijn. Het probleem zit erin dat de politiek het, een deel van de politiek, het inhoudelijk niet eens is met de boeren. Maar dan zegt anders, zegt term als de, ja. Dat is natuurlijk heel wat anders. Dat is niet een communicatieprobleem. Dat is een probleem over wat vinden we de inhoudelijke kwesties die er in Nederland toe doen. Mevrouw de Snow, en daar is eigenlijk één. Sorry. Ja, nee, maakt u uw zin af. Nou, daar is eigenlijk maar één echte vraag daarover. En die is meteen heel pijnlijk. Namelijk, wat vinden mensen inhoudelijk dat boeren zouden moeten doen of andersom? En daarvan zegt 73% van de burgers, en het zijn ook burgers die op het platteland wonen, 73% zegt daarvan dat de vorm van landbouw die we in Nederland hebben eigenlijk niet meer kan. Nee. En dan kan je natuurlijk helemaal over communicatie gaan praten, maar dan heb je een inhoudelijk probleem over hoe we de landbouw in Nederland bedrijven. Mevrouw de Snow, de boeren zijn gewoon niet tevreden met de maatregelen die worden voorgesteld. Dat is het echte probleem, zegt meneer Duivendak.
Ja, dat klopt natuurlijk. Dat is ook zo. En dat is zeker ook een van de redenen waarom het vertrouwen er zo laag is. Hè? Maar 5,5% van de boeren geeft aan, en ongeveer inderdaad een kwart van de burgers, dat ze vertrouwen hebben in de landelijke politiek. Dus dat is sowieso heel weinig. Maar inderdaad, vooral vanuit die boeren. Het klopt, het is alleen niet nu dat het ligt aan de huidige maatregelen. Het is natuurlijk al veel langer gaande. Hè? Het zwalkende beleid. Wat inderdaad dus het gebrek aan vertrouwen veroorzaakt. Ja. Maar is het dan wel zo'n groot... Kijk, als we het terug kunnen brengen tot van ja, de boeren hebben geen zin om die stikstof te reduceren, en de rest van het land, namelijk 73%, vindt dat dat wel moet gebeuren. Ja, dat is dan pech voor de boeren. Ja, maar dat is dus precies wat dus niet aan de hand is. Het is niet zo dat de boeren geen zin hebben om stikstof te reduceren of om andere problemen aan te pakken, waarvoor zij onder andere ook aan de lat staan. Mm-hmm. Die verantwoordelijkheid nemen zij wel degelijk. Dat willen ze best, zegt u? Ja, zeker, inderdaad. Het is inderdaad zoals Johan Remkes ook inderdaad geanalyseerd heeft. Ik denk dat hij het ook wel heel goed heeft opgeschreven. Mensen begrijpen elkaar gewoon steeds minder. Hmm. En dat is meer dan dat ze het niet eens zijn over die stikstofreductie. Ja, het is wel zo dat inderdaad het platteland wel er voelt alsof dat zij zich moeten opdraaien voor de problemen in de Randstad. Dus daar zou inderdaad dit misschien wel enigszins in terug kunnen komen. Ja. Dat klopt. Maar er is ook gewoon een groeiend verschil in Nederland tussen culturele waarden, economische positie, maar ook de kansen, gelijkheid. En zeker nu op dit moment, als het gaat om de boeren die zo hun bestaan onder druk voelen, gezet voelen, hè? Het gebrek aan perspectief, ja, waar ook zo vaak over gesproken wordt. Als je geen perspectief voelt, dan heb je ook niet het idee dat je ertoe doet en dat je gehoord wordt en gezien wordt. Meneer Duivendrak, ik kan u zien. U zat nee te schudden. Op welk punt was dat precies? ik begrijp dat mevrouw dus zo zegt dat mensen elkaar niet meer begrijpen. Maar dat blijkt nou juist niet uit het onderzoek. Eigenlijk blijkt eruit dat heel veel mensen, heel veel stedelingen, en dat geldt trouwens ook voor mijzelf, wel degelijk begrijpen dat het voor boeren buitengewoon pijnlijk is. Dus het is helemaal niet zo dat stedelingen heel makkelijk zeggen dat de landbouw anders moet worden ingericht. Alleen het probleem is dat er echt iets moet gebeuren. Ja. En dat de politiek het verzaakt heeft. Dus ik denk dat de politiek zo negatief beoordeeld wordt, zowel de burgers als de boeren, komt omdat, zoals mevrouw de Snow ook al zei, er decennia lang eigenlijk niks gebeurd is. Decennia lang proberen we al beleid te voeren. Ja. En het is steeds niet gelukt. Zo klemmend. Ja. En nou ja, de politieke partijen hebben het niet doorgezet en boeren hebben het ook niet gewild. Nee. Boeren hebben het tegengewerkt. Maar dat is een deel van het probleem, want mevrouw de Snow zei het gaat ook over een cultureel verschil. Herkent u dat? Ja, dat cultureel... Want het is misschien even goed om te zeggen, u heeft samen met uw collega Menno Hurekom het boek De Macht der Gewoonte, Populisme in de Polder geschreven. En daarin betoogt u juist dat de verschillen tussen Nederlanders steeds kleiner zijn geworden. Ja. Dat is ook zo. Daar hebben we heel veel data over. Dat geldt over heel veel onderwerpen. Maar inderdaad, als je cultureel kijkt, dan zie je in Nederland maar heel weinig verschil tussen het platteland en de steden. Je ziet heel veel verschillen binnen steden. Je ziet verschillen op het platteland tussen verschillende groepen. En kijk, boeren zijn maar 2% van de Nederlanders. Hè? Dus boeren komen niet als een enorme groep in dat soort enquêtes naar voren. Maar wat wij constateren is dat als je in algemene zin vraagt naar... Maakt u zich bezorgd over het milieu, over klimaatopwarming? Dat hele royale meerderheden in Nederland zeggen dat het hele grote problemen zijn waar we iets aan moeten doen. Precies, daar zitten de verschillen niet, zegt u. Daar zitten verschillen niet. Waar de verschillen zitten is in de vraag, hoe pakken we het aan? Ja. En dat is natuurlijk een politieke discussie waar we nog helemaal niet uit zijn. Maar dan helpt het helemaal niet om over de kloof in Nederland, nee, of de kloof tussen stad en platteland te praten. Begreep ik ook. Wel goed dat u er bent, want eigenlijk wilt u dit gesprek niet. Ik vind het niet een hele vruchtbare manier om over de problemen in Nederland te praten. Ik denk dat je heel serieus zou moeten praten over inhoudelijke kwesties. En dat gebeurt natuurlijk ook wel. Zoals, wat kunnen we aan stikstof doen? Ja. Je kan heel inhoudelijk praten over hoeveel moeten boeren daaraan bijdragen, hoeveel moeten andere sectoren daaraan bijdragen. Maar ik neem het de media inderdaad een beetje kwalijk, en dan doe ik er zelf dus vanavond aan mee. Ja. Maar ik neem het de media een beetje kwalijk dat we dus doen alsof het een communicatieprobleem is, dat mensen elkaar niet meer begrijpen en dat we met elkaar in een soort relatie therapie zouden moeten. Daarmee lossen we de problemen niet op. Dat zijn inhoudelijke problemen. Ja, mevrouw de Snow, het is ook een beetje een mediaprobleem, zegt de meneer Duivendrak. We hebben het er steeds over en dan gaan mensen vanzelf denken dat er een kloof is. Ja, en toch uit ons onderzoek wat representatief is. Hè, we hebben bijna 1000 boeren en 1000 burgers hebben gevraagd. Een onderzoeksbureau heeft hier ook voor ons, daar hebben we mee samengewerkt. Ja. We hebben de uitkomsten ook geduid met behulp van een wetenschapper die ook gespecialiseerd hierin is. Dus in die
die zin zijn we niet over één nachts uitgegaan. En sta ik gewoon voor de uitkomsten die hier staan. En het is wel duidelijk dat er echt wel degelijk toch afstand gevoeld wordt. En het is niet alleen... Ik vind dat de heer Duivendak ook daarin eerlijk gezegd ook vooral de boeren tekort doet. Alsof het zo is dat zij niet mee willen veranderen. Of dat er jarenlang niets gebeurd is. Altijd met de hakken in het zand hebben gestaan. Want het is dus niet zo. Nee, want de stikstof is al behoorlijk gereduceerd, hè, in de afgelopen decennia. Het is wel weer gestopt op een gegeven moment. Maar... Exact, precies. En op dit moment wordt er ook heel hard gewerkt aan een landbouwakkoord. Wat juist ook hier gaat over die toekomst van die land- en tuinbouw in Nederland en wat voor land- en tuinbouw wij willen, ook met elkaar hier in Nederland. Dus daar wordt wel degelijk stappen worden daar genomen. Waar ik het wel mee eens ben, is dat, daar hebben we natuurlijk ook naar gevraagd, van hoe is die afstand te verkleinen? Ja. Ze hebben zowel ook aan de burgers als aan de boeren gevraagd. En daar is men eigenlijk het wel heel erg over eens. Ze vinden het beide een heel belangrijk verkiezingsthema. Voor straks die provinciale staten ook. De stikstof hebben we het dan specifiek over. Ja, nou nee, niet alleen stikstof. De kloof, maar het, precies, het verkleinen inderdaad van die afstand tussen de politiek en inderdaad de burger, de boeren. Om ook. De politiek is toch vooral met zichzelf bezig en met elkaar. En die hebben niet meer de gemiddelde Nederlander. Zo ervaren mensen het. Precies, en de gemiddelde Nederlander. En ook dat geldt zeker ook voor de boeren. Die hebben niet het idee dat het gaat over de problemen waar zij mee bezig zijn en waar zij die zij voelen. Ja, meneer Duivendak, u zei, we moeten niet steeds zeuren over die kloof, maar gewoon met elkaar in gesprek. Op welk thema moeten we dan met elkaar in gesprek, volgens u? Nou, ik zei, we moeten met elkaar in gesprek over de inhoudelijke kwesties en niet steeds suggereren dat er zoiets samenhangend zou zijn als het platteland versus de stad. Of wat zijn de belangrijkste inhoudelijke kwesties? Nou ja, het lijkt me dus dat het helemaal niet zo is dat de politiek met zichzelf in de weer is. Ik denk dat de boeren vooral last ervan hadden dat de politiek iets met hun wilde. Ja. En dat de politiek eindelijk zover was dat ze serieus de stikstofuitstoot in Nederland, die veruit het hoogste is van Europa. Dat is het punt wat u eerder heeft gemaakt. Ik probeer even een stap verder te komen. Over welke kwesties kunnen we wel in gesprek met elkaar? Nou, ik denk, nogmaals, het moet niet alleen met boeren worden neergelegd. Maar laten we dus niet doen alsof het een culturele kwestie is. Het is een hele materiële kwestie. Het is heel pijnlijk voor sommige boeren dat ze hun bedrijven moeten stoppen. En we moeten kijken hoe we de stikstofproblemen over sectoren verdelen. Beperkt u tot stikstof? U zegt, er zijn geen culturele verschillen tussen stad en platteland. Nee, wat er gebeurt is, als we suggereren, er zijn culturele verschillen. Het platteland is anders, is kleinschalig, is authentiek. Het probleem is nou juist dat boerenbedrijven heel grootschalig zijn geworden. Onderdeel zijn van de grote wereld. Enorme subsidies krijgen van de Europese Unie. Ja. Dat zijn er is bijna geen bedrijf wat meer onderdeel is, wat meer geïnternationaliseerd is dan het boerenbedrijf in Nederland. Ja. De meeste producten die geproduceerd worden gaan naar het buitenland. Dus het hele idee dat er zoiets is als een cosmopolitisch Westen en de rest van Nederland is kleinschalig en onder elkaar is een totaal verkeerd beeld, wat ook heel onvruchtbaar is voor de discussie. Mevrouw de Snow, kunt u nog een ander voorbeeld noemen van een cultureel verschil tussen de stad en het platteland? Of zegt u van, ja, ik weet het eigenlijk ook niet? Jawel, zeker wel. Ik denk dat het, wat inderdaad uit onze enquête ook zelf uitkomt. Hè? Bijvoorbeeld hoe er over de komst van de wolf wordt gedacht. Ja, dat is een voorbeeld. Precies, dat is wel echt een voorbeeld. De boeren zijn daar tegen en de burgers zijn daarvoor. Heel zwart. Ja, de mensen op het platteland die zien dat met argusogen aan. Toevallig vandaag ontving ik ook weer een mail inderdaad van een boer die weer te maken had gehad met schapen die doodgebeten waren dit weekend door een wolf. Nou, daar is heel veel zorg over. Okay. Ik denk dat dat een thema is wat inderdaad in de Randstad heel anders beleefd wordt. Dat geldt ook als het over het eten van vlees bijvoorbeeld. Ja, dat is ook zo'n onderwerp. Ja. Ik durf niet te zeggen wordt vervolgd, want er wordt meneer Duivendak natuurlijk boos. Maar we gaan ergens nog wel een keer over praten, zeg ik dan nu maar. Ik zeg hartelijk dank tegen Jan-Willem Duivendak. Hij is hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. En aan Esther de Snow. En zij is hoofdredacteur van Agrarisch Weekblad Nieuwe Oogst. Daarmee zijn we aan het einde van Dit is de Dag.